Exma, Atesh, en ik exposeer nu op dit moment hier bij de Oude Raadhuis met Peter Hobbel. En ik heb de deel van de aquarellen gemaakt. En ik ben heel blij dat ik dat mijn aquarellen laat zien vandaag. Ik vraag ook altijd aan de kunstenaars, waar haalt u de inspiratie vandaan? Nou, mijn inspiratie komt uit grotendeels eigenlijk waar ik vandaan kom, Turkije. Hm? Ik ben geboren getogen in Turkije, maar ik woon nu 45 jaar in Eindhoven. En ik werk in de Atelier Nune. Ik heb daar ruimte. En ik ben ook vaak op de eilanden. De Schelling ben ik vaak een paar keer in de jaar. Dus als ik terugkom van de Schelling, dan maak ik mijn beelden. U ziet het, deze huis is mijn geboortehuis in Turkije. Goeiedag, ik ben Peter Hoek, ik kom uit Aardenriksel. Ik schilder ook in het schilderscollectief Atelier Nune. Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit acrylschilderijen. En ik ben hier voor de derde keer om hier te exposeren. Ik zie ook veel meer kleur in de schilderijen hierachter. Hè? Ja, dat klopt. Ik haal mijn ideeën uit de natuur, in de zee, landschappen en dergelijke. En ik gebruik mijn eigen kleur. Dus ze zijn nooit de kleuren die in de natuur zitten, maar ik gebruik op mijn eigen wijze kleuren.
Ik ben blij dat ik vandaag wat mag zeggen over de schilderijen van Esma en van Peter. Jij bent er. Ik heb genoten in ieder geval van mijn korte verkenning in jouw werk. Je hebt net als Peter een plek in Atelier Nu. Jaren geleden kwam ze naar Nederland. En daar begon het strijden voor wie je bent en voor wie je wilt zijn. Het gevoel van vrijheid incorporeren.